In de laatste oertocht volg ik Simone Kalsbeek. Haar zoon Leon van 20 is speciaal, zat ze zelf zei. Hij krijgt een speciale begeleiding al van als hij 5e op de verste wal. Hoe doe je dat op een eiland? Een bangrut brengen met een beheining? Wij zijn er bij hem pas achter gekomen toen hij bijna 2 was. En dan gaat het balletje pas bij ons, is het balletje bij ons pas gaan rollen, zeg maar. Ja, dan in eerste instantie is het gewoon een normaal kind, totdat er op een gegeven moment bij hem de epilepsie bij kwam. En zo zijn we bij hem erachter gekomen dat hij gehandicapt is. Hij heeft een syndroom, het Angelman syndroom. Ja, hij loopt achter in zijn ontwikkeling, kan dan niet praten en... Ja, het was gewoon voor ons normaal. Maar ja, het was niet normaal, want hij loopt achter. Maar je probeerde hem wel in eerste instantie, net wie zegt, op een normale manier op te voeden en dat soort dingen allemaal. Ja, voor ons was het best wel moeilijk. En voor hem was het moeilijk. Maar ja, ook voor zijn zus was het moeilijk. Ja, maar waar is je broer dan? Ja, mijn broer zit aan de wal. Aan de wal? Maar waarom, hoezo aan de wal? Ja, leg dat maar een meisje van 4 uit. Mijn broer zit aan de wal, waarom? Waarom op school? Ja, waarom zit hij dan hier niet op school? En dat soort dingen. Die vragen heeft zij op hele jonge leeftijd al voor haar kiezer gehad. De squallen op het Ameland beziek je zo volle mogelijk de bern op het eiland te horen als het ook maar een beetje kin. Wat is nou het verschil tussen een school op een eiland en een school aan de vaste wal? Ik denk het grootste verschil is dat wij ervan uitgaan dat alle kinderen die zorg nodig hebben, die we kunnen, dat die op de school blijven. Omdat je niet van ouders, van kinderen kunt verwachten dat je 's ochtends met de eerste boot of de tweede boot naar het vaste wal gaan. En daar dan het onderwijs krijgen die ze nodig hebben. Mm-hmm. Dus je moet als school moet je gaan kijken met ouders van wat hebben die kinderen nodig? Wat is hun onderwijsbehoefte? En hoe kunnen we daarop inspelen? En dan moet je dus met heel erg veel overleg met ouders... moet je dat gaan proberen te organiseren. Maar wij wisten al heel gauw dat wij het niet wilden naar de basisschool. Omdat wij met andere mensen erover gepraat hadden. Nee, wij vinden het beter dat hij naar speciaal onderwijs gaat. Voor hem, maar ook voor degene bij wie die in de klas zou komen, zeg maar. Hmm. Diep in je hart wil je je kind tot je 16e, 18e, 20e in huis houden... Maar deed je hem daar plezier mee? Of leerde hij daar dingen van? En wij zien nu gewoon dat hij zoveel dingen geleerd heeft... dat hadden ze hier hem niet kunnen bieden. Dat niet. Tini Lien doet er nog geen wettertaxis voeren op het Ameland. Zegt de reis er heel oors uit. Ze vertrokken met de 6:30 veerboot 's morgens vroeg... om 's avonds om 5:30 weer terug te komen... En dat alles voor ongeveer 5 uurtjes les per dag. Nou, vanuit de zorgplicht van de gemeente werd toen gesteld van... ja, dat kan eigenlijk niet langer op deze manier. Er blijft heel weinig sociale tijd over voor deze kinderen. Dus misschien kunnen wij daar wat met een watertaxi dat de boel verbeteren. In 2010, april 2010, doopten wij de watertaxis... en zijn toen in mei begonnen met de watertaxidienst... Al vrij snel daarna zijn we gaan filosoferen wat zou er allemaal aan toegevoegde waarde kunnen zijn bij de dienst van de watertaxis. En bij de gesprekken die we hadden met de gemeente kwam het vervoer van zorgkinderen eigenlijk vrij snel om de hoek kijken. En Wagenborg voert het vervoer uit tegen de kostprijs. Doordat iedereen daar een bijdrage aan geleverd heeft... Wagenborg door de komst van de watertaxi en een goed aanbod voor het tarief naar de gemeente. Een eigen bijdrage van de ouders. Een stukje begeleiding van de ouders aan boord van de watertaxi. Nou, en natuurlijk een financiële bijdrage van de gemeente en de gemeenteraad om dit mogelijk te maken. Ja, want wat kost het? De meerkosten bij aanvang waren ongeveer 35.000 euro per jaar voor de gemeente. En gelukkig hebben wij ook geluk gehad dat hij in het begin deed ik het eerst zelf. Toen hebben we iemand gehad die voor hem vrijwilligerswerk deed, zeg maar. Die kwam hem dan maandag ochtends ophalen en die deed dat vrijwillig. Die bracht hem in Holwert en die ging dan ook net zoals ik met dezelfde boot weer terug. Dat was ook wat ontlastend voor ons, want ja, je hebt zelf ook nog een kind...
Een jong kind thuis, die ging in eerste instantie wel naar opa en oma toe. Die vingen haar dan wel op. Maar ja, die is er ook nog gewoon... Ja, ik vind het ideaal, die watertaxi. Ja, er ging een wereld voor me open, echt waar. Want normaal gesproken ben je soms 2,5 uur onderweg. En dan was je binnen een uur was je alweer thuis. De eerste keer wist ik gewoon niet wat me overkwam. Normaal gesproken ging ik om acht uur de deur uit. En mocht ik hopen dat ik om 11 uur thuis was. En nu was ik om 8:45 alweer thuis op de bank. 8:30, 8:45. Als je als toerist op zo'n boot stapt, dan heb je een andere. Dan ga je iets leuks doen. Daar kan je op instellen. Maar zo'n kind vindt het sowieso al spannend. Komt hij nog in een andere omgeving? Nou, dat is al spannend. Dus voordat je weer helemaal je mind hebt gezet om het leren te doen, heb je al tig andere ervaringen opgedaan. Nou, en het ene kind kan daar beter mee omgaan dan het andere kind, voordat het weer gewoon in de, noem het even, leerstand is van het dagelijks gebeuren. So sorry that you miss me and leave all you miss. En u thuis komt dan, is het, ja, zijn ritueel. Jas uit, schoenen uit, pantoffels aan en lekker op de bank zitten. Ja, dat is zijn ritueel. En dan moet mama liefst zo snel mogelijk naast hem zitten. Ja? Ja. Lekker ontspannen, zo het weekend in. Ja? Ja. En wat doe je dan? Zitten! En dan wil hij dat de televisie aangaat en dan wil hij Netflix kijken. Ja, een kerstpakket! Ik krijg niet eens een pakket, man! Hé, hey, jongen, kom! Geef Gerard maar even een handje. Geef Gerard maar even een handje, zo. Ja, dat is wat makkelijker. Ja, hè? Eén, twee. Doe maar. Dan krijg ik een tuut van Leon. Ik krijg een dikke kus. Oh. We worden thuis gebracht met de taxi. Doe maar. Mama pakt even de doos uit de achterkant. Leon zwaait me uit, want hij wil geen camera's in huis. Maar met mijn Leon zit er lekker op de bank. Met de pantoffelzoon en een macaronisalade. Zijn favoriet. Dit is de laatste oertocht. Dank voor het sjen en oant een oren keer.